Wij kijken naar de Hengst met hoofdstel nummer 5. Donatello van het Molenbos is geboren op 4 mei 2020 en meet 1,48 meter 9. De Hengst is gefokt door Ruud Sanders, in eigendom bij mevrouw T. Rutte. Vader van deze Hengst is Deepower AT, moeder is Cesano van het Molenbos en moeders vader is Vlegel. De moeder, ook bij het NPS ingeschreven, is op 2010 geboren. Stamboek ingeschreven dus, is keur en preferent. Heeft nog een goedgekeurde zoon bij het NPS Nairo van 2014 en 2 stermerries gebracht. De Hengsten Depardieu en Divago zijn goedgekeurd in Duitsland. Moedersvader is Vlegel, ook bij het NPS ingeschreven, is van 2005. Loopt dressuur Z1 en springt 90 centimeter. Nakomelingen zijn succesvol. Vader van deze hengst is de hengst Deepower AT, meet 1,48 meter. Duitsland ingeschreven, op 2014 geboren, was Westfaals kampioen in 2017 bij de driejarige ponyhengsten. En winnaar van de dressuurpaarden klasse L in 2019. Heeft veel nakomelingen die succesvol zijn in de sport, waaronder 27 goedgekeurde zonen en 6 staatspremiemerries. Dat dus over de vader van deze hengst. De moeder van de vader is Nadie, die is in 2000 geboren, ook in Duitsland geboren. Duitsland ingeschreven. Staatspremie Mary Elite heeft goedgekeurde zonen, onder andere D-Day AT en Dimension AT, NRW. Dat alles over deze hengst met hoofdstel nummer 5, Donatello van het Molenbos, geboren op 4 mei 2020, meet 1,48 meter. Gefokt door Ruud Sanders, in eigendom bij mevrouw T. Rutte.